We staan hier in Rotterdam, precies op de plek waar de 17-jarige Willem Dreesman is beschoten met 5 kogels. De laatste kogel is wonder boven wonder in zijn iPhone terechtgekomen, waardoor hij nog steeds in leven is. Nou, dat is hem dan, hè? Ja, dat is hem, ja. Kunt u vertellen wat ermee is gebeurd? Nou, zo'n gozer die begon 4 keer om me te schieten en de 5e keer was raak op mijn telefoon. Wie heeft op u geschoten? Ja, ik weet niet, zo'n gozer. Ik ken hem niet. Wat is er met u gebeurd toen u beschoten was? Nou, ik zette het op een lopen en toen heb ik de politie gebeld. En die heeft alleen de aangifteformulier ingevuld en verder niks. Hij loopt nog steeds rond. Ik hoop dat ze hem pakken. Waar is het incident ongeveer gebeurd? Ja, daarachter. Om het hoekje eigenlijk. Daar begon hij te schieten en ik kwam hier vandaan lopen. En in die hoek daar in de brandpoort was het raak. Hij wachtte wel op een stil steegje. Is het in deze hoek gebeurd? Ja, kijk, ik liep hier zo de hoek om en toen werd ik vanaf daar beschoten. God. Hier zaten kogelgaten. Wegbewijs. Ze hebben het dichtgelaten. Nou goed, in ieder geval, ik liep hierheen. En toen werd ik hier in mijn borstzak geraakt waar mijn telefoon zat. De kogel kwam in mijn telefoon en bleef daar zitten, waardoor ik het heb overleefd. Wist u dat hier iemand beschoten is in dit hoekje van de straat? Ja, ik heb iets gehoord op het nieuws. Vindt u het dan wel veilig om hier tegen een boom te pingen met uw vrienden? Eigenlijk niet echt. Maar ja, er gebeurt overal wel wat. Dus ja, we kunnen eigenlijk nergens meer rondlopen. Het lijkt mij niet zo verstandig om hier zonder iemand om u heen te blijven staan met uw telefoon alleen. Nee, maar... En wat gaat u nu doen? Ik ga nu even naar de App Store even een nieuwe iPhone halen. Zou u niet eerst de politie bellen? Ja, waarmee? Moet ik eerst een nieuwe telefoon hebben? Ga ik gelijk even halen. Nou, ik heb anders nog wel zo'n mooie kogelvrije iPhone voor u. Dat is een iPod. Daar kunt u ook mee bellen. Laat zien hoor. Jee, heb je niet eens internet? Dat heb je waardeloos man. Wat zijn jullie? Jongens, we gaan vandoor.